Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag doen Niels en ik date night. Echt een proper date night evening. We hebben afgesproken dat we ons echt gaan klaarmaken zoals we op date zouden gaan naar een restaurant of zo. En dan heb ik eten besteld bij Barnaba. Dat komen ze brengen om 7 uur. Niels komt om 6:30 normaal. Dus ik ga me nu klaarmaken. Ik heb de tafel al gedekt. Oké, de tafel is al gedekt zoals je kunt zien. 1 kaarsje is al aan, de rest doe ik zelfs aan. Want het is nog wel een uur. Ik heb de place opgeruimd. Ik heb gestofzuigd. En, wat ik trouwens ook wou laten zien, ik heb nu nachtkastjes van Vida XL. Ik had gezworen om daar nooit meer iets te kopen. Omdat mijn vorige zetel en mijn tafel echt barak waren. Die heb ik allebei trouwens niet meer. Maar ik had deze op Funk of zoiets, een site gezien. En toen ik ze had gekocht, zag ik pas dat ze eigenlijk van Vida XL zijn. Maar ik heb ze ineengezet. Ze lijken wel oké kwaliteit en ik vind ze wel mooi passen bij de kamer. Ik ga me even douchen, want ik heb wel gezweet vandaag. Het is zo echt een mottige dag. Ik weet niet, de zon schijnt niet heel fel. Het is zo wat grijzig, maar toch is het zo mottig warm. Ready for date night. Ik ga jullie een beetje lichter zetten. Dit is mijn outfit. Het is een kleedje van Piu Piu. Dat is wel van vorig jaar, denk ik. Toen had ik dat aan op een Magnum event. Wit met gouden bolletjes. Het is wel zo open, dus ik doe daar een praletje onder. En als dat dan zo wat open valt. Oh, Niels is daar. Maar oké, dit is mijn outfit. Ik doe geen schoenen aan, want dat is niet nodig. Ik ben thuis. Kijk wie er is. Muffy. Altijd aan het janken de laatste tijd. Ik denk dat hij die brokjes niet gegeten krijgt, niet meer. Dat hij te veel pijn heeft of zo aan haar tanden. Ze hebben anders. Ja, maar dan nog. Het is nog altijd hard, hè. Ik weet het niet. Oké, onze Barnaba delivery is er. Dit ziet er echt zo ongelooflijk goed uit. Maar ik ga zelfs open doen en ik ga dit open doen. Ik ga die stekker hier pakken. Dat wordt wel fancy geleverd eigenlijk, hè? Ja. Zo chic. En die man is altijd zo vriendelijk. Heel vriendelijk. Die werkt daar ook, maar ik weet niet hoe hij noemt, maar dat is echt een vriendelijke. Holala. Holala. Dit is uw Buddha bal, denk ik. Amai, dat ziet er goed uit. Ziet er goed uit, hè? Ja. Oho, damn! Dit ziet er echt het beste uit. Holala, dat ziet er inderdaad ook lekker uit, amai. Yummy. Wat zit hier dan? Oh, in de set. Hola, met een tiramisu. Die van de McDonald's met mijn parfait zijn echt amateurs, hè, zie je? Oeh. Wacht, wat is dit? Ah, een passievrucht en een limoen. Dat is voor de cocktails, denk ik. Cocktails, ja. Enjoy Hurricane. Passion Ginger Thai, die had ik. En jij hebt Hurricane. Amai, kijk hoe tof. Nou, dat is een chique potje, dat moet erbij, hoor. Dat is mooi. Ja, dat is keileuk. Amai, super tof.
Baby blij? Heel blij. Date night! Oké, we hebben ook nog een flesje cava gepopt. Why not, hè? Popt. Why not? Why not? En dit zijn de hapjes. Yummy! Scholletjes! Scholletjes! Het hoofdgerecht. Yummy! Ik heb pasta met vongole. What else? I love me some vongole. En Niels heeft Buddha bol falafel, hè? Met avocado en wat. Ik moet zeggen, dat ziet er wel heel lekker uit. Dat gaat volgens mij lekker zijn ook. Ja, smakelijk, baby. Ik ga eens zien wat dit is. Hummus, pompoen of zo? Of? Ik zou het niet weten, maar het is wel lekker. Ja? Ons eten is op. Was het lekker? Heel lekker. Ik moet zeggen, ik heb echt al heel veel vongole gegeten op heel veel plaatsen. Mijn papa zijn vongole vind ik altijd de beste, omdat er gewoon heel veel smaak in zit en heel verse vongole altijd is. En deze smaakte echt zoals de vongole van mijn papa. Ik dacht echt wauw. Ja, was echt. Een compliment voor Barnabas. Echt. Ja, ja, mijn papa is geen geen professionele kok, maar hobbykok of hoe moet je dat zeggen. Maar mijn papa kan, vind ik zelf, wel heel goed koken. En zeker zijn vongole is echt. Hij is een hele goede hobbykok. En dit was echt zo lekker. De smaken, de versheid. Ja, dat is echt heel goed. Ik ben een gelukkig mens. Ik ook. Maar wel een platliggend gelukkig mens. Ja, we zijn echt KO nu. We hebben ook onze joggings aangedaan ondertussen. Of ja, jogging. Short, ik benen zien zo wit hier. Ze zien zo wit hier van boven. Nee. Dat is lichtbruin. Lichtbruin. En hier is iemand aan het fletsen tegen mijn been. En we gaan Temptation kijken nu. Hello everybody. For the next day. Ik ben net terug van de winkel. En ik ben even langs mijn ouders gegaan. I missed them so much. Dus nu weer terug. Vier mensen mogen zien. Nu ga ik natuurlijk mijn familie zien. Mijn zus, haar lief en mijn ouders. Dus ja, ik was heel blij dat ik terug even daar was. Natuurlijk wel nog altijd op afstand en 1,5 meter. Maar toch wel fijn. Even op het terras gezeten. Ver genoeg van elkaar. Maar dat is toch fijn. En pasta van mijn papa gegeten. Lekker. En ik ben naar de winkel geweest. En naar de bloemenwinkel. En naar de dierenwinkel. Ik heb kattengras meegenomen. En blijkt dat ik dat nog helemaal moet planten. Maar ik wil me meer bezighouden met planten en een kruidentuintje maken en zo. Dus ik ga het proberen. Ik heb net al op de grond gans gesmodderd. Dus dat was al geen goed begin. Maar oké, ik ga dus mijn kattengras planten. Oké, okay, catgrass is done, hè. Ben benieuwd, zou binnen 3 à 4 dagen beginnen groeien. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik ga ook eens een andere app zoeken voor mijn planten. Ik gebruik er nu PlantSum, noemt dat, PlantSum. Maar ik vind de helft van de planten niet. Ik heb vandaag een pannenkoekplant gekocht en deze, die een Heria of zoiets noemt, ik weet het al niet meer. En de PlantSum app heeft die niet en dan kun je zo'n berichtje sturen om te vragen van ik vind mijn plant niet. En dan krijg ik een bericht dat ze
daar niks meer op doen, omdat dat te druk was. Dus ik denk dat die app ineens heel populair was of zo. Dat ze dan ermee zijn gestopt omdat ze dat niet aankonden, dat dat niet de bedoeling was of zo. Ik weet het niet, maar al sinds heb ik nu Happy Plant en Blossom gedownload. Dus ik ga ze allebei eens testen. Oké, hallo. We zijn ondertussen, ik denk 2 dagen na wat ik heb gefilmd. Of 1 dag. Ik weet het niet. Maar alleszins, ik heb jullie nooit meer geüpdate. Over de planten-app ga ik eerst mijn update doen. Ik heb, denk ik, alle planten-apps die er zijn geprobeerd, gedownload, gekeken hoe dat in elkaar zat. En niks vond ik leuk. Want wat bij PlantSom zo leuk is, die meten eigenlijk aan de hand van wat je doorgeeft van waar dat je plant staat in de zon of in de schaduw of in de volle zon of in de donker of zo. En hoe groot dat je plant is, hoeveel water jij die moet geven en om de hoeveel dagen. Dus je hoeft zelf niet te berekenen van ik moet deze plant binnen de 2 dagen water geven. Nee, die berekent dat helemaal voor u die app. En dan weet jij van oké, ik moet vandaag die plant water geven. Dus geen enkele andere app die ik heb gezien had dat. En ja, dat vind ik stom, want ik weet zelf niet wanneer ik die planten water moet geven. En anders moet ik dat beginnen googlen en al die shit. Dus ik dacht, nee, ik doe het niet. Ik heb hier trouwens zo zwart. Maar, ik weet niet wat dat is. Mijn snor al sinds niemand, die heb ik afgedaan. Maar ik zie wel zo blauw. Ja, maar dus heb ik bij de PlantSom app nog verder gezocht. En uiteindelijk heb ik mijn pannenkoekenplant wel gevonden. Die had blijkbaar op de app een andere benaming. En mijn andere plant die ik had gekocht heb ik ook gevonden. Dus nu ziet mijn app er zo uit. En dan kan ik mijn plantjes water geven. Deze is gewoon zo handig omdat die zegt, Maggie bijvoorbeeld heeft over 2 dagen water nodig. Pierre over 6 dagen en zo van die dingen. Ik zal jullie trouwens ook mijn nieuwe planten laten zien. Oké, dit is Pierre, mijn pannenkoekenplant. Super cute en het schijnt heel moeilijk om kapot te krijgen. Dus ik ben heel benieuwd en ik heb hem de naam Pierre gegeven dus. En dan staat deze, die heb ik Oswald genoemd, op de slaapkamer. Oei, even de deur toe doen, want anders waait het te hard. En die pot heb ik trouwens ook gekocht. En ik heb dat bij Westlands Bloemenhuis gekocht in Beringen. En deze noemt Oswald. Die ziet er zo uit. En dan die staat daar. En die heb ik allebei op de slaapkamer gezet. Want die is sowieso giftig. En deze is matig giftig. Dus ik wil niet dat de katjes eraan komen. En de katjes komen nu niet op de slaapkamer. Dus dan staan ze hier. Ik ga ook hier mijn vlog afsluiten voor deze maandag is het denk ik dat deze vlog online komt. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. Of laat me ook nog eens weten wat voor video's jullie willen zien. Want eerlijk, tijdens deze coronatijd geraak ik een beetje uit inspiratie. Omdat ik, ja, eerlijk is eerlijk, niet veel te doen heb. Ja, er is gewoon niks te doen. Geen events, geen leuke tripjes, niks. Dus dat is soms moeilijk als ik gewoon de hele dag niks doe thuis. Maar laat me weten wat jullie nog meer zouden willen zien. En dan zie ik jullie snel weer. Dag!